Attenzione! Ja. Ik zit hier met een paar hele wakkere mensen aan tafel. En dat is op zich wel mooi natuurlijk, want... Oh, we hebben het tweede keer, zie je dat? Mag ik ook nooit meer zeggen, anders mag ik het even u te halen. Ja, welkom allemaal. Henry? Welkom. Thank you. En Jan uiteraard. Ja, iedereen heeft kunnen lezen dat we onze hoofdtrainer aan tafel hebben zitten. Jan Vreeman, welkom. Dankjewel. Wat mooi dat je toch weer, nadat je dan de hele dag in Doetinchem vertoefd hebt, in de Gendringen hebt gegeten en lekker even, dat je weer terugkomt naar Doetinchem om ons te vergezellen. Heb je erover na moeten denken, of niet? Jawel, ik heb erover na moeten denken. Oh, dit wordt een politiek spelletje, want Dolle, onze communicator van de Graafschap, die zit hier ook aan tafel. En natuurlijk Lisanne en Astrid en Wesley. En Ben, maar die is wel aan het opmerken. Ben is wel aan het opmerken, denk ik. Dan heb je met derde ring op stadion. Ja, ik zit even... Nee, ik moest even thuis overleggen of er wat anders op programma staat. Ja, nee, dat snap ik. Maar hartstikke mooi dat je bent. Doe jij even wat... Ja. Nee, er zit iets niet goed met dat ding. Met die... Moet gewoon zingen. Uh-oh. Nee, nog niet goed. Ja, doe eens. Hallo? Ja. Ja. Nou, doe het gewoon zo. Even iets dichterbij en dan... Dat kunt er wel goed. Dat is ook voor zich wel raar. Het is niet erg. Ja, de lampjes doen het wel, maar die slaan minder uit dan bij ons. Maar goed, dat is een technisch verhaal. Jan, hoe is het? Heerlijk. Ja, we vallen altijd met diezelfde vragen. Vallen we altijd even met de deur in huis of in huis? In huis. In huis. In huis, ja. Want we hebben het net even over gehad van, doe het in het Neder-Saksisch, hè? Uit zo'n mooi ding. Neder-Saksisch of in het... En Jan wil het allebei eigenlijk wel doen. En dat is ook goed, hè? Serieuze momenten, dan doen we het gewoon in Nederlands. Niet serieuze, doen we het gewoon in plaats. Nee, is maar gein. Jan, ik denk als er op één iemand dat van toepassing is, wat we hier in de Achterhoek altijd roepen, maar wie komt altijd weer thuis, dan is dat wel op Jan Vreeman van toepassing. Ben je het daarmee eens? Niet helemaal, natuurlijk. Nee? Ik ben niet weg geweest. Nee, dat is wel zo, maar ik meer dan... Ja, hij ook werkelijk. Ik zit er steeds naast, hè. Een paar keren, net ook al. Ja. Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt daarin. Ja, ja. Ja, nou ja, goed, je bent niet weg. Je hebt papieren daarvoor. In het verleden hebben we het gewoon goed gedaan. Maar ja, en zulke dingen rollen dan in één keer. En ja, en dan gebeurt het weer. Ja, dat is toch wel bijzonder. Want wij hadden het er ook over, hè. Want, derde keer toch, Jan, nu dat je hoofdtrainer bent? Ja. Ja, het is de derde keer al. En ik weet nog goed, Jan, we stonden de laatste wedstrijd van seizoen 21-22. Toen jij de René Robbermond hebben overgenomen destijds, stonden we hier bij het podium, rechts naast het podium. Dat ik zei, Jan, vind je nou niet jammer dat jij nou niet degene bent geworden die hoofdtrainer wordt, seizoen 22-23. Toen zei hij van, ja, oké. Ik had best wel met die jonge gasten verder gewild. Kun je het nog herinneren? Jawel. Maar ik wist van tevoren al een gegeven moment van het was tijdelijk. Nou ja, goed. En als je dat weet, dan is het in ieder geval voor mij is dat niet moeilijk om te zeggen van het is prima. Ja, en ik snap die keuze ook heel erg goed. Ja, maar tekent jou dat? Dat je zegt van ja, weet je, want het is ook een stukje loyaliteit. Hè? Daar hebben we het destijds in een podcast vanuit de Eregalerij als erelid, hè, die ik met Jacqueline ook een mooi gesprek gehad. Is dat dan die loyaliteit? Dat je denkt van ja, weet je, oké, dan is het zo. Ja, anders zou ik weg moeten gaan. Ja. Dan had ik niet bij de club zelf moeten blijven zitten. Nee, want dat vind ik wel heel... Ja, maar dit is ook, denk ik ook zo, de club is goed voor jou. Ja, ja. Nee, ja, ook absoluut. En dat is gewoon vice versa, zo is het toch. Ja. Is dat altijd zo geweest? Ja, dat was mijn volgende vraag. Is het altijd zo geweest? Ja, meestal wel. Natuurlijk zijn een paar keer, ook als spelers, hebben ze een afscheid willen nemen een keer. Ja. Mm-hmm. De omstandigheden, het is begrijpelijk waarom ze dat wilden. Alleen ja, dan breng je er wat tegenin en uiteindelijk konden ze niet van me af. Nee. Nou, en dan gaat het door. Ja. Konden ze niet van me af? Ja, nee. Nee, maar dat is dat contract voor onbepaalde tijd natuurlijk. No, nee. Dat was als speler nog. Oh, oké. Toen. Ja, ja, oké. Dat was nog een periode ervoor. Ja, ja, ja. Nee, maar als trainer zijn, dat was gewoon het contract voor onbepaalde tijd. Ja. Maar goed, dan had ik zelf kunnen zeggen van ja, maar ik wil nu niet meer verder hier. Ik vind het klaar. Maar ja, goed, dat heb ik dus niet. Nee, dat vind ik toch wel heel...
Ja, en dat is loyaliteit, maar is dat ook zeg maar het gevoel, of ja, dat klinkt al zo een beetje hoogdravend, van de liefde voor de club, maar de echte binding die je voelt met de Graafschap? Nee, maar ook, ik denk ook de liefhebberij, wie ik er zelf in heb. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, als er andere clubs zouden komen, ja, dan doe ik misschien wel. Nou ja, komt dat niet? Nou, ik vind het gewoon leuk. Het is dicht bij huis. Ik kan doen wat ik wil. Ja. Ja. Wat ik leuk vind. Ja. Dus ja. Ja, dat is wel dus uiteindelijk kom je ook fijn in je werk, ja. Ja, nee, ja, maar dan kom je ook bij jezelf wel uit. En dan kan ik niet zeggen dat de Graafschap vervelend is. Nee. Is het werk voor jou? In theorie wel natuurlijk, maar in de praktijk? Ja. Of andersom? Ja, ik vind dat heel lastig. Ik denk dat het echt werk is als je soms of vaak met tegenzin gaat. Ja. Of je moet weer. Of ja, dat is gewoon niet aanwezig. Jamie, zeg. Daarom zei ik ook straks, van, je hebt gewoon de mooiste job van de hele wereld. Trainer zijn van de mooiste club, of in ieder geval in dienst zijn van de mooiste club van Nederland, van de wereld. Ja, ja, ik zeg ja. Toch wel, nu weer hoofdtrainer Jan, hè. Je zegt wel, ik ga met heel veel plezier, dat is natuurlijk denk ik het beste wat je kunt hebben, je dagelijks met plezier naar je werk gaat. Maar het vak van hoofdtrainer brengt natuurlijk ook bepaalde spanning met zich mee. Ik denk, andere spanning dan als je voor een onder 18 of een onder 21 nee, staat. Nee, dat klopt ook wel. Ja. Alleen, Ik ben de hoofdtrainer, uiteindelijk bij de eindverantwoordelijkheid heb je dan voor die groep eigenlijk. Maar we doen heel veel samen. Mm-hmm. Nou goed, stel dat het heel lastig wordt, ik heb wel gevoel dat je aan alle kanten gewoon gesteund wordt. Ja. Tenminste, dat gaat op dit moment nog zo en ik verwacht ook dat het zo blijft. En ik vind ook dat het zo hoort. Ja. Als je een goede groep om je heen hebt, qua spelers, qua staf, ja, volgens mij kun je dan de druk wie er dan is, die verdeel je gewoon. Ja. Ja, oké, maar ervaar jij die druk ook? Want, ja. Laat ik het anders zeggen dan. Je straalt altijd rust uit. Ik heb, van mijn gevoel, nog nooit een gestreste Jan Vreema gezien. Niet naar de promotie in Volendam van gekkigheid op het veld staan dansen. Maar ook niet toen het wat minder ging als een gestreste kip langs de zijlijn lopen rennen. Of zo. Nee, ervaar je wel spanning? Jawel, er is altijd wel wat spanning. Maar ik geloof gewoon in dingen waar we mee bezig zijn. Mm-hmm. En gaan die niet altijd zoals je dat hebben wil, nou, dan moet je met z'n allen kijken van hoe je dat proces, want het is gewoon een proces waar je mee bezig bent, hoe je dat anders moet invullen. Mm-hmm. En ja, processen duren soms wat langer. En ja, niet altijd krijg je er de tijd voor. Dat klopt. Maar ja, een proces, is het dan ook zo dat het, als je een proces benoemt, hè, dat het ook dan wat minder stress oplevert? Ja, want wat je doet en wat je in de handen hebt en waar je aan kunt sturen, zeg maar, dat doe je met z'n allen. En volgens mij, als je dat doet, ja, dan kun je achterom kijken en denken van ja, wat we gedaan hebben was goed, alleen het resultaat is niet datgene geworden wat we gehoopt hadden. Maar dan zal het ook het proces moeten zijn waar ook de spelers achter staan, of niet? Precies, en ook de staf. Ja, ja, maar met name. Nee, maar je moet dingen delen. Ja. Ja. Ik doe het niet alleen. Lang niet alleen. Nee. Ik ben blij dat met de jongens om me heen wie ik heb. Ja. Ja, maar je hebt een bepaalde visie, maar je wil bepaalde speelstijl, een bepaalde visie, hè, wat je maar voor ook ogen hebt. Ja. En dan moet je wel de staf kunnen overtuigen dat jij dat graag wil doen. Kijk, maar we kunnen het ook anders doen. De staf en ik kunnen ook zeggen van ja, wat willen we graag? Staan we dan met z'n allen achter? Mm-hmm. Ik hoef niet gelijk te zeggen van dit wil ik. Zij kunnen ook met dingen komen. Mm-hmm. Ja, en als er al 3 of 4 in de staf een bepaald idee hebben, we ook kunnen voetballen. Dan zou ik echt niet de lastigste zijn daarin. Oké. Okay. Het is niet zo dat ik het moet bepalen. Nee, ik vind dat wij daar veel meer bepalen. En daar moet ik ook samen uitkomen. En niet alleen ik. Nee. En of we met 3 spitsen of met 2 spitsen zouden spelen. Als we daar met z'n allen over eens zijn, kun je daarin switchen, denk ik. Ja. Want waarom doe je dat? Omdat je daar met z'n allen achter staat, dat misschien op dat moment het beste gaat worden. Ja. Maar aan het eind van de, in the end of the day, hè, mooi achterwoord te gebruiken. Hè, maar dan sta jij weer met die plopkap onder je neus van ESPN van Christian Wielaert. Mag jij het uitleggen waarom het wel. Ja. Ja, dat is geen hobby van Jan. Nee, maar goed, dat is wel de eindverantwoordelijkheid die jij hebt natuurlijk als hoofdtrainer. Maar dat klopt ook wel. Alleen die kan ik dan ook uitleggen. Ja. Omdat we het daarover gehad hebben. Ja. Het is niet zo dat we iets doen en dan denk je van, ja, hoe ga ik dan later tijd uitleggen? Ja. Dat moet iets zijn gegeven en van heel over nagedacht. Mm-hmm. Maar als je nou kijkt, jij loopt nog 85 bij de Graafschap, hè? Dat is 84. De weer langs Hans. Maar goed, 38 jaar. Nee, maar is dat dan de manier, Jan, die hier het beste werkt op de club? Nee, dat is. Nee, maar want je hebt zoveel trainers zelf meegemaakt. Hè. Je hebt met trainers samengewerkt hè, in de staf. Is dat dan de manier zoals jij het nu oppakt? Hè? Wijkt je dan af van andere trainers? Zoals van en daar hoeven we niet tot in detail te gaan, maar wijkt je af van de werkwijze van René Robbenmond, van de Mike Snoei, van een Adrie Poldervaart?
Dat zou je eigenlijk de groep moeten vragen en de staf moeten vragen. Ik heb er niet mee samengewerkt. Nee, nee. Wat ik wel gemerkt heb, dat was met Reinier eigenlijk, met de jongens. Ik liet hun ik liet hun meer doen. Ja, ja. Mm-hmm. Maar goed, elke hoofdtrainer is daar anders in. En dat heeft natuurlijk ook te maken, ja, komt er druk op te zitten. Ja. Door de resultaten of door onrust of weet ik veel wat. Ja, wat ga je dan doen? Mm-hmm. Trek je dan alles naar je toe dat je controle houdt of durf je het los te laten? Ja. En ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met wat voor karakter je hebt. Ja. Mm-hmm. Ja. En als je naar jezelf kijkt, Jan, dit is de derde keer, maar met een stukje van na Robbenmond is dat misschien wel de vierde keer, als ik me goed herinner. Maar goed, toch niet. Whatever. Ik niet zo maar dan ga je ook even wat is het, maand met Kelderboet nog tevoren. Goed, je hebt een paar keer die rol gehad, hè? Ja. Ook al best wel een tijdje terug. Is jouw eigen visie ook veranderd in die loop van de jaren? Nou ja, in zoverre veranderd. Die periode hebben we met twee spitsen gespeeld. Mm-hmm. Ja, nu spelen we op dit moment gewoon met drie spitsen. Dat komt ook een beetje uit de club zelf weer. Ja. Ja. Een hoop jongens, zeg maar, die uit de jeugd komen, spelen met drie spitsen. Hmm. Nou, dat pak je op door. Ja. En dan ga je ook verder op door. En dan zoek je ook weer spelers bij. En toen heb ik ook bewust naar spelers gezocht voor twee spitsen. Ja, dat kan veranderen. Als de hoofdtrainer dat voor het zeggen heeft. Ja. Hmm. Maar zeg maar, zie je dan, is jouw visie en jouw aanpak dan anders geworden? Of is het meer, zeg maar, het beschikbare materiaal dicteert, zeg maar, dan een bepaalde... Of heeft de club daar misschien een andere koers in gaan varen? Nou ja, ik zelf verander je ook mee. En dan mee wat er gebeurt. Het hele voetbal is denk ik ook weer wat anders geworden. Ja. Veel sneller. Ja. Ja. Dus daar ga je mee. En ook op een gegeven moment van... Ik heb natuurlijk bij de jeugd gezeten, een paar jaar achter elkaar weer. Dus wat je daar ervaren hebt met de trainers daar, met de staf die daar gewerkt hebt. Nou, er zitten ook jongens vanuit die periode zitten nu bij BTS. Die zijn assistenttrainers nu. Mm. Dus ook daarin trek je weer samen op. Ja. En verander je dan helemaal? Nou ja, nee, bepaalde dingen verander je weer. Maar het denken over voetbal zal in grote lijnen hetzelfde blijven. Toch wel, ja. Ja. Is het een voordeel dat je nu met een bijvoorbeeld Matthijs de Waard, hè, die je ook op de Bezelost hebt meegemaakt, Messias, die ook al wat langer meeloopt natuurlijk. Ja, ook speler geweest natuurlijk, Jordi. Die wij ook al wel eens naast jou een stukje cultuurbewaker hebben genoemd, hè, van die loopt ook al jarenlang mee. Is dat een voordeel dat je elkaar door en door kent? Ik kan er ook een liedje over maken, de cultuurbewaren in plaats van de Engel. Oh. Dat kun jij mooi doen. Dat past niet helemaal. Engel waren goed. Ja, palettengrepen. Ja, misschien wel. Maar dat kun je wel even zoeken. Kevin? Kan Kevin mooi helpen. Sorry Jan voor de interruptie. Jij staat binnenkort op het podium. Dus, ja, inderdaad, ja. Maar is dat een voordeel dat je die jongens door en door kent? Nou ja, in feite, het scheelt een hoop tijd. Ja. Omdat je ze al kent. Andere trainers kunnen ook goed zijn, wie dan minder goed kent, maar dan moet je ze ook leren kennen daarin. Alleen, ik denk wel heel erg belangrijk is voor dat je assistenten naast je hebt staan, wie ook de verantwoordelijkheid oppakken. Hmm. Maar die zal ik moeten geven, denk ik. Ja. Hmm. En anders gaan ze het niet doen. Want Matthijs, de jonge knaap, ik wil niet op de zaak vaart lopen, Jan, maar ik heb hem een aantal jaren bij DSC samen met zijn vader onder mijn hoede gehad, dus daar heeft hij het voetbal een beetje geleerd, denk ik. Maar dan heb je dat goed gedaan. Ja. Wat een humor. Nee, maar dat vind ik, dankjewel Jan. Maar Matthijs is echt een voetbaldier. Hè? Ik bedoel, dat is ook iemand die... Ja, die is hij nog niet te jong om een dergelijke functie in te vullen? Als assistent bedoel je? Ja? Nee. Nee, je moet goede dingen zeggen tegen de spelers. Ja, ja. Ja, nee, is maar, het zo simpel? Ja, nee, ik snap maar, dat wel. Het wel. Verhaal wat je vertelt, waar je mee bezig bent, waar je heen wil... In het opbouw van achteruit of het druk zetten, storen, whatever waar je ook wil, zeg maar. Het verhaal moet kloppen. Mm. Als je het verhaal vertelt en dat klopt en spelers merken dat, dan maakt leeftijd gewoon minder uit. Ja, want ik vind het wel heel mooi. Kijk, je hebt dan een Jeffy Fortes, hè, die toch al een eindje in de 30 is. Dan heb je een Matthijs de Waard, die kan nog net geen vader en zoon zijn. Hè. Zou in theorie zou het kunnen. Bij wijze van, ja. Hoe gaat het zo'n Jeffy? Is dat ook een... Ja, iemand die dat dan ook heel makkelijk accepteert en of dat je ook wel in... Hij heeft ook zijn eigen ideeën natuurlijk. Ja, maar goed, daar kan ik niet exact zeggen hoe Jeffrey dat opvat, maar in ieder geval, je merkt er gewoon niets aan. En dat is gewoon goed. Ja, ja. En het belangrijkste voor Matthijs, maar dat geldt ook een stukje voor Mees natuurlijk, die is ook nog niet zo heel erg oud. Nee, klopt. Dat geldt hetzelfde voor. Ja. Maar wat ze vertellen moet gewoon kloppen. Ja, wat dat betreft En dan zit dat goed. Wat dat betreft, heb je wel een jonge staf eigenlijk, hè, met Jordi en met Mees en met Matthijs. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, dan zeggen we hier achter de blieb wie zelf ook jong bij Jan. Dat is ook goed. Ja, dat klopt. Ja, maar, en Leon Meer zit ook nog bij, toch? Als video. Ja, video. Ja, Leon Meer. Ja, goed, die kent ik Maar Chris Olaire heb je dan nog. Oh ja.
Jasper Steens vanuit medisch. Ja, het is een heel team natuurlijk. Heb je dan Sander Holman zit er natuurlijk nog bij, Jan Bartels natuurlijk. Ja, zo heet er veel, heel veel jongens om de staf heen. En Richel natuurlijk. Richel nog. Absoluut een belangrijke. Dan moet ik even nadenken dat ik niemand mis nu. Ja, dan denk ik dat die ook een proor van. Maar die mogen zich melden. Die mogen zich melden bij Kevin en dan komt er dan wel goed. Nee, was ik ook assistent. Was je ook? Was met Jan de Jong was dat toen. Ja, klopt. Maar toen was je net gestopt denk ik, niet? Nog niet zo heel lang. Ja, 3 jaar denk ik zo'n beetje. 2-3 jaar gestopt toen. Jan heeft echt geschiedenis met de club. Ja. Maar ik vond die Leon Eerzo altijd wel grappig. Die kwam nooit in de kantine wel een biertje drinken zo de wedstrijd. Ja. Oh, dat gebeurt dan niet meer dan. Ik heb hem nog niet gezien. Maar. Ja, maar die komt in de video. Hè. Die mag niet meer video binnenkomen. Die dat mag niet meer. Serie. Staat hij zelf op video? Jan 85 tot nu, hè? Oh nee, ik ben ook even bezig met... Ik kom dadelijk wel. Met verwerken nog. Nee, ik wil even bepaalde spelers ingaan, maar dat kan dadelijk. Oh, dat is mooi in de vervolg. Ja, ja. Vanaf 84 Jan bij de club. Hoe heb jij de club zien ontwikkelen? Die vraag had ik ook bedacht. Nee. Ja. Daar wordt helemaal niet over gehad. Nee. Ja, gigantisch. Je kunt het niet meer vergelijken met die periode. Is dat dus inherent aan het hele voetbal of aan de hele maatschappij? Nee, dat heeft wel te maken met voetbal. Ja. Uiteindelijk voetbal. Wat je ziet, dat zie je ook terug in de maatschappij natuurlijk. Maar dit is wel puur wat ook met voetbal gebeurd is. Hmm. Sponsoren in het begin. Ja, die waren er niet. Nee, ja, een shirtsponsor eigenlijk. Dat denk ik dat het enige was. Ja, als je die verhalen. Je bent ook begonnen op Groot Hagen, denk ik dan, of niet? Ja, klopt. Ja, mooi naar, ja. Arie Giezen. Ja. Ja, lijn de trekken. Ja. Fantastisch. Ja. Nee, maar dat is wel, want we hadden het laatst met Peter Bijbels ook over. Hè. Die heeft het ook over statistieken en zo. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind dat... Dat doet Peter dus en Richard kijken daarna. Ja, maar hoe zit jij daar zelf in? Want dan heb je zo'n sport bij haar aan, of hoe mag dat noemen? We hebben met een tellertje erin, ik weet allemaal niet hoe. Ja, dan kun je precies zien hoeveel high-intensity sprints en dat soort gedoe, Of in het rood zitten, of wat dan. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, maar dat volg ik natuurlijk. En daar groei ik ook mee op eigenlijk, nu weer. En ja, dat is een meerwaarde. Hè? Je kunt er dingen uithalen. En zo moet je het gewoon gebruiken. Ja. Als je meer kunt lopen als een tegenstander, dan ben je een voordeel. Ja. Eindigde bij Maurie Stijn bij Ajax gooit de zweep erover. Omdat in Zeist bleek bij het Nederlands elftal dat de spelers van Feyenoord vele malen fitter waren dan die van Ajax. Maar daar hoor je iedereen over. Want die jongens bleven maar gaan. Dat zegt die Siruki ook. Hè, die las het vanmiddag. Dat Feyenoord de enige tegenstander was die maar constant bleef gaan. Ja, en dan heb je wel een streepje voor natuurlijk. Als je fitter bent dan de tegenstander. Dan helpt dat, ja. Daarentegen had Peter Bijbels ook zoiets van, ja, maar de statistieken die laten ook zien dat wij in de meeste gevallen veel meer balbezit hadden als tegenstander. En dat vind ik dan ook wel weer leuk, want uiteindelijk... Je wint te weinig. Ja, dat klopt ook. Nee, maar... Nou, wat ik wel een fantastische statistiek vond ooit, was dat wij, als zijn de Graafschap, in één seizoen gewoon, ik weet niet hoe vaak, meer op de paal of de lat hadden geschoten dan elke andere tegenstander in de KKD. Dat is echt absurd veel. Ik denk, ja, maar daar staat ook wel een beetje pech, of niet? Of mik je dan niet goed genoeg? Nou ja, wat weet je mee? Dat is een statistiek. Ja, je hebt er geen kloor aan. Nee, dat weet ik ook wel. Maar ik vond dat een frustrerende statistiek. Ja. Hebben jou de handen wel eens gejeukt, Jan, in de periode dat het niet echt lekker ging met het vlaggenschip? Nou ja, goed, ik vind het jammer dat gebeurt. Ja. Nou, het is niet de handen jurken en dan doe jij meer op vinden. Dat moet anders en dan gaan wij anders doen. Nee, maar gewoon, je hoopt dat het goed gaat. Want uiteindelijk, vlaggenschip gaat goed, dan gaat de rest met de club ook veel beter. Ja. En bij de jeugd merk je dat natuurlijk. Goed bovenin, dan is er bij de jeugd ook veel meer te doen. Ja, maar ik denk ook daar waar je komt, hè, met de jeugd op een gegeven moment, dat ook dan de Graafschap toch weer wat... Ja. Hoe bedoel je dat, Jan? Is bij de jeugd ook meer te doen? Zeg maar dat als wij bovenin meedraaien... Heb je meer middelen? Ja, toch wel, ja. Ja. Nee, maar dan is er meer geld. Als je het goed doet, is er meer geld. Ja. En met geld kun je zeg maar ook bij de jeugd, zeg maar met trainers of met andere faciliteiten, die je nu nog niet hebt, of waar je het nog beter zou willen hebben, dat ze hun ook weer beter kunnen presteren. Ja. En dat heeft gewoon constant met elkaar te maken. Ja. We hebben het heel vaak over de aantrekkingskracht van de club gehad. Hè? Als het goed gaat, dan er zijn er heel veel spelers die willen wel komen. Hè? Als het slecht gaat, niet. Merk je dat bij de jeugd ook? Want je hebt wel een bij de jeugd rondgehobbeld en nog steeds natuurlijk. Hè, maar merk je daar ook een bepaalde kentering op het moment dat de Graafschap dus niet meer
aan de poort tikt, zeg maar, van de Eredivisie? Dat vind ik lastig in de vergelijking. Niet zo zelf ervaren, maar ja, dat er wat invloed kan hebben bij sommige spelers in keuzes wie ze maken. Dat hangt natuurlijk af waar ze wonen. Hmm. Dan komen van ons ook spelers uit Arnhem. Nou goed, als ze moeten kiezen tussen Vitesse of ons, ja, dan kan dat wel net van invloed zijn. Ja, ja. Ja, precies. Alleen of dat echt statistisch is, dat kan dan weer lastig gemeten worden met die sportbeha's. Nee, maar goed, ook daar speelde hij mee een gegeven moment van, als zo'n spelletje uit Arnhem, vader en moeder even hier voor Vitesse zijn. Ja, tuurlijk. Ja, dan speelden die dingen veel meer een rol nog dan waar Vitesse of de Graafschap zit. Maar daar moet ik niet moeilijk over doen, toch? Niet nee, want ook dat, hè. Even terug naar de jeugd, misschien, Hans. Want daar ben je natuurlijk heel lang bij betrokken geweest. En wat Hans zegt, nog wel, hè. Maar er is volgens mij, ik kan het fout hebben, maar is best flink geïnvesteerd toch in de Bezelos de afgelopen paar jaren. Ja. Nee, maar dat klopt ook. Ja. Maar is dat ook door Hans Peter Ossendorp, die daar toch hoog in het vaandelaar staan. Dat was toch een van zijn doelen, hè, om die jeugdopleiding. Maar ook wel een van de punten waar de kritiek op kreeg. Nou goed, Hans Martijn is daar belangrijk geweest, maar Jefta Bressen als hoofdopleiding ook. Ja. Nou, als die elke keer maar aan de deur klopt hier en die is daarin gewoon constant bezig om alles voor elkaar te krijgen, ja, dan helpt dat wel. Nou, dan zijn er natuurlijk ook een paar vrijwilligers geweest, zeg maar, die er toch wel wat in willen stoppen. Ja. En die hebben daar ontzettend goed in geholpen. En ja, is absoluut wat gebeurd en ik denk ook dat het belangrijk was. Ik wil net zeggen, was wel nodig, ja. Ja, ik denk ook wel. Maar dat was te weinig. Oké. Om toch door te groeien met de jeugd. Ja. En is dat dan ook het resultaat wat je daar nu uitziet, is dat we best wel veel jeugdspelers hebben die ook, zeg maar, international zijn? Niet alleen in Nederland, maar ook... Goed, het heeft ook te maken met lichting natuurlijk. Ja. Die lichting waar jij dan op doelt is de 2004 lichting. Daar zijn er nu best veel zitten bij 1 al. Ja. Goed, die waren er ook toen voor de verbouwingen waren ze er al. Ja. Alleen wat je natuurlijk nu wel kunt doen, je kunt ze beter faciliteren. Alles wat er nu bij de jeugd zit. Ja. Kun je toch net iets beter, zeg maar, wat dingen geven, waardoor eigenlijk de ontwikkeling beter zou moeten worden. Ja, en je kunt ook tegen, volgens mij, jeugdspelers die je nu aan wil trekken, kun je zeggen van, kijk maar, we hebben, die hebben we naar een onder 17 international gebracht, die speelt bij onder 16. Ja, we hebben er eentje, volgens mij, die speelt voor Irak, Negri speelde volgens mij voor Algerije. Dus je hebt dan best wel, dat je ook, zeg maar, als je jeugd wil halen, dat je dan... Jawel, maar ook wij worden aantrekkelijker, zeg maar, voor... Als wij buitenlandse jongens hebben voor die landen, zeg maar, dan gaan ze hier toch kijken. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat daar een Jefta ook wel belangrijk in is. Die kent natuurlijk ook best wel internationaal wel wat. Klopt. Je hebt in Schotland gewerkt toch ook? Nou, Schotland weet ik niet, maar wel in Engeland, zeg maar. In Rusland gezeten. Ja. Natuurlijk ook, toch? Ja. Ja. Netwerken. Ja. Jefta was ook een goede voetballer trouwens. En weten waar de... Ja, ik heb het de twee keer terug dan met zijn boer over gehad, met Paul. Daar heb ik dan weer mee gevoetbald hier bij de Graafschap. Dat is ook wel grappig natuurlijk. Dus, nou, gaan we nu niet in detail nemen. Maar inderdaad, als je dat doortrekt, hè, want we hebben het ook heel vaak over het kapitaal. Je moet kapitaal op het veld staan. Is dat nu ook inderdaad aan de orde? Ja, dat is pas aan de orde. Je gaat verkopen. Ja. Hoe binden jullie die jongens nou? Want daar hebben we het al we vallen misschien herhalingen voor de luisteraar, maar daar ben ik weer heel benieuwd naar jouw visie. Van hoe kun je die spelers binden aan de club, die jonge gasten? Negri die maakt nou die overstap naar Sparta. Oké, dat is ook een sportieve verbetering natuurlijk. Financieel. Maar blijft wij dan wel iets meer kunnen vangen? Denk je dat? Blijf ik bij. Ja. Nee, niet. 5 ton, hè? 5 ton. Achteraf weet je het. Als je je weet het niet. Ik had meer verwacht, eerlijk gezegd. Baas van dan? Kwaliteit. Wat je van laten zien de laatste seizoenen. Een jongen van het laatste seizoen. Een jongen van 21? Ja. Met een 1 jaar contract. En zo'n afkoopsom is vaak een combinatie van het salaris wat hij verdient en de duur van het contract. Dus als hij hier een relatief laag salaris heeft gevoetbald en hij heeft een contract voor 1 jaar, dan gaat Sparta geen 2 miljoen betalen en nog geen miljoen. Zo werkt dat volgens mij een beetje. Zo werkt het wel een beetje. Ja. Maar dat is altijd een spel, maar het vragen en aanbod. Ja. En wat kunnen we? Ja. Nou, als we nou geen schulden hadden gehad, had ik misschien niet gedaan. Ja, of hij hoog in de boom kunnen gaan zitten. Nee, maar dan had je misschien langer durven wachten. Maar dat is zo lastig in te schatten van wanneer is het, wanneer doe je het goed. Nee, heb jij daar nog een stem in gehad, Jan? Nee, maar ik snap heel goed dat ze dit gedaan hebben. Ja. En dan met name, zeg maar, hij heeft nog 1 jaar... Ik snap het ook wel.
En dat is, heb je kapitaal op veld, maar dan moet je wel gaan verzilveren. Juist. En doe je dat niet, dan hadden we absoluut een jaar lang plezier gehad van Camille. Ja. Alleen daarna was hij weggegaan. Ja, weet je, in de ogen van de supporters, Jan, kun je het nooit goed doen. Kijk, nu, hè, nu vang je natuurlijk een best een flink bedrag. Hè, ja, ik vind het heel behoorlijk. Daar zeggen supporters misschien van, oh, wat jammer, hè, daar hadden we het, met hem erbij hadden we misschien hoger in die KKD kunnen eindigen. Loopt hij volgend jaar voor niks de deur uit? Hij heeft ook niet goed gedaan. Dan zeggen ze ook van, hier, dat is een voorbeeld, hè, daar gaan we weer. Of dan moet je met Camille in de winterstop gaan zitten en dan moet je zeggen van, je gaat 2 ton verdienen en dan moet je die kant op. Maar dat is wel een beetje het makker van de kleine club, ja, we hebben het er vaker over gehad, maar dat is... Maar uiteindelijk heeft elke club er last van. Ajax heeft er ook last van. Ja, want dan komt je op ander level. Nu wat minder trouwens, Ajax, hoor. Nu wat minder, want... Ja, de ren is ook allemaal de deur nu, zeg. Ja, maar goed, soms is dat zo. Nee, maar wel blij dat we zo'n aantal jongens nog een contract hebben kunnen geven. Hè. Ja, nou ja, goed. Zijn Devin het verlengd en Philip het verlengd. Philip het verlengd, ja. Er zijn ook wel 2 briljantjes. Nogal. Ja. We hebben vorige podcast hebben we allemaal even een vraag gesteld van hoeveel gaat Devin erin leggen aankomend seizoen. En ook een gemiddelde van 17-18. Dus, hoe zie jij dat, Jan? Durf jij daar een voorspelling te doen? Hoeveel Devin erin gaat leggen? Wat een druk opgelegd. Ik hoop dat hij er nog meer maakt. Ja, natuurlijk. Maar dat is zo lastig in te schatten. Hij moet een voorzet krijgen ook natuurlijk. Waar moet de maat zijn? Hoe voetbal je wedstrijden? Ja, want je gaf net al aan, hè, met de 3 spitsen, voetbal je nu. Dat is ook inherent aan wat je aan de zijkanten hebt staan natuurlijk. Ja. Dat is ook, daar ben je ook van afhankelijk van. Ik bedoel, Devin Haan, goede spits, maar ook een bepaald type spits natuurlijk. Hij speelt in de 16, hè? Ja, daar hebben we het daar wel eens over gehad, hè? Dat weet jij natuurlijk ook. We hebben het koppeltje Paul van Beuken in gehad, hè? Dat was een 2-spitsen systeem. Ja, maar goed. Was 3 spitsen. Ja, Johnny die stond voorin. Die werd er nog geen tank, werd hij omver gelopen. De Visser stond er op de vleugel, hè? Dat ook niet. Jeffrey Visser. Volgens mij wel. Links. Die stond aan de rechterkant. Nee, Jeffrey stond aan de rechterkant. Jeffrey stond rechts. Nee, maar dat hebben we ook. Dat hadden we ook voor ogen met Charles van Benschop eigenlijk. Een beetje op die manier van, die kan ook wel een bal vasthouden. Jan, gewetensvraag. Wat is het soort voetbal wat nou het beste bij de Graafschap past? Gewoon die lijn waar ze bij Ajax altijd zeggen, jongens, we moeten met 3 spitsen voetballen. Welke lijn houden jullie aan? En je bedoelt het systeem zelf dan? Ja. Nou, volgens mij is het systeem niet het belangrijkste. Wat ik denk dat hier belangrijk is, er moet wat gebeuren voor de doelen. En dan met name van de goal van de tegenstander. Dat is een detail. Wel een belangrijke, denk ik. Nee, volgens mij staat het belangrijkste. Er moet wat op het veld gebeuren. Ja. Ze moeten zien dat er... Ze bedoel je de supporters mee? Maar goed, zelf hou ik er ook gewoon van. Ja, tuurlijk. Ze moeten van het veld afstappen dat ze dus alles hebben laten zien wat ze in huis hebben. Dat er voor de sensatie voor de goals gebeurt en hoe dat dan gebeurt, eigenlijk is dat niet het belangrijkste. Nee. Dan kun je met heel verzorgd voetbal proberen af te dwingen of met iets meer met langere ballen. En dat heeft natuurlijk te maken wat heb je in het veld staan. Ja. Het materiaal wat je hebt. Ja. De speler zelf. Heb jij de afgelopen seizoenen van dichtbij gevolgd? Ja, net als jullie. Ja. Zo dichtbij had jullie dat. Ik heb wedstrijden wel gezien, ja. Maar hoe wil jij dan, nu met 3 spitsen, maar is het dan, zeg je wat meer in op het verzorgde voetballen? Nee. Het gaat erom, elke keer moet er afspeelmogelijkheden zijn. En niet achteruit en terug. Mm-hmm. Ze mogen een bal verliezen. Ja. Dus maar het verzorgde spel wil zeggen, je moet vooruit zien te veel. En vooruit moet ze wel vrijlopen. Ja. En dan moet diep in het spel zitten. Ja. Er moet gewoon wat gebeuren. Verzorgd voetbal is niet van breed terug. Middenveld in, weet ik veel wat. Nee. Maar dat kunnen wel fases in wedstrijden zijn dat je gewoon langer aan de bal moet blijven. Tuurlijk. Dat je ook de rust even moet bewaren. Ja. Het kan niet constant heen en weer. Van de Paven naar Van Huizen en van Van Huizen naar Van de Paven. Dan weer. Ja, dat was zo'n. Dat kan. Maar daar ben je nu ook al mee bezig, zeg maar. Dat wil ik. Met het team, ja. Maar of we het straks met z'n allen laten zien. Ja. Goed, dan gaan we maar wachten. Maar dat vereist ook lef, hè? In het spel, zeg maar. Ja, dat je misschien een fout maakt. Ja. In de enthousiasme waar je graag wil. Ja. En dan, hoe kan dat nou? Ja, in de wedstrijd,
dan sta je achter en dan verlies je. Ja. En op trainen gaat het vaak goed, maar ja, vasthouden. Maar vasthouden waar je in gelooft. Ja. Ja, we hebben ouder nog wel eens gesproken, hè, en die kreeg ook vaak wat verwijt van ja, te weinig lef. Hè, maar op een gegeven moment sluipt er misschien ook wel angst in de ploeg. Hè, als je een paar keer deksel op de neus krijgt. En voor mijn gevoel is dat vorig jaar ook wel eens gebeurd. Ik kan me nog herinneren, de thuiswedstrijd tegen Venlo, Spolde gewoon helemaal de pannen van het dak af. Maar je gaat wel met 1-0 achter rust in, dat soort gedoe. Ja. Of terwijl je eigenlijk met 2-0 voor moest staan. Of dat was nog onder Robbenmond tegen Volendam. Nou, Volendam, die zoeken de bal nog. Ja, van Michum pissen 2-1. Ja, en dan voetbal je eigenlijk misschien wel heel goed. En dan gaan er een paar dingen fout. En in een jong team dat er de angst dan insluit. Kan. Dat kan absoluut. Alleen dat is ook het samenspel, denk ik, van de groep zelf met de staf. Mm-hmm. Maar ook de hele groep en de bloedstaf spelers met supporters erbij. Mm-hmm. Hoe verhoudt zich dat? Want daarin zijn supporters absoluut heel belangrijk. Mm-hmm. Kijken ze puur naar het resultaat, zeg maar, dan kunnen ze ontzettend, en dan moeten ze ook teleurgesteld zijn. En dat is ook iedereen dan. Mm-hmm. Maar is het voetbal datgene wat ze graag willen zien, dan moet je wel proberen naar vast te houden. Mm-hmm. En dat is niet altijd het makkelijkste, denk ik. Nee. Het enthousiasme, zeg maar, wat er in de groep zit. Ja, die moet overslaan op de supporters en andersom. Mm-hmm. En dan ben je altijd afhankelijk van het resultaat. Ja. Want gevoelsmatig, Jan, want iedereen in die selectie, nu tenminste, die kent jou door en door, bijna iedereen. Is dat een voordeel? Dat die jongens toch wat minder in paniek raken dan? Op het moment dat het niet zo... Ja, Hans, ik denk dat die jongens moet vragen, dat weet ik niet. Je bedoelt gewoon dat en al vroeger met Jan gewerkt hebben. Nou, dat bedoel je eigenlijk toch? Ja, dat inderdaad, ja. Dus ze kennen jou door en door, jij kent die jongens door. En dat ze dan meer vertrouwen ervaren. Ja, dat misschien. Dat is wat minder snel bij die jongens wat paniek ontstaat of wat dan ook. Dus bij een Devin, bij een Bazaar. Maar volgens jou ligt dan aan de trainer? Nou Jan, ik vind wel dat je dat misschien wel onderschat. De rol van jou als zijnde de ik vind voetbalvader vind ik veel te ver gaan. Dan weet je ook niet meer opzadelen met die titel. Oh, die leeftijd, ik wil voor die jongen. Nou ja, dat is ja, zo, dat was het. Nee, zover nog niet. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Je hebt wel laten debuteren hier, hè? Ik weet niet wat voor de jongens het belangrijkste is. Dat vind ik een hele lastige. Wat ik wel ervaren heb, dat heb ik natuurlijk zelf. Ik vind in een stadion voetballen, waar veel mensen zitten, dat die achter je staan, dat geeft zo'n boost eigenlijk. Ja. En uiteindelijk had dan het resultaat tegenvalt. Dat kan. En dan heb ik altijd wel, als speler zijnde, ik kan in de kantine komen, maar ze kunnen me niet zeggen dat ik er niet alles aan gedaan heb. Ja, precies. En dan mogen ze zeggen wat slecht was. Ja. Maar ze moeten niet zeggen van, je moet dit en weg zijn en dat mag niet. Wat Adrie meegemaakt heeft, één keer. Oké. Okay. Die ervaring, ja. Ja, dat was... Dat vind ik niet goed. Nee. Dat is, alleen, dat ik ook niet kunnen. Dat er een teleurstelling is, ja, die snap ik absoluut. Ja, maar alleen, het is altijd de vraag voor de spelers, waar hebben ze het meeste? Waar hebben ze het meeste aan? Ja. Is dat aan de trainer zelf? Of is dat de hele omgeving? Ik denk de hele omgeving eigenlijk. Ja. Ja, daar hoort de trainer ook bij natuurlijk, hè, bij die omgeving. Het begint ergens, hè? Ja, absoluut. Maar dan denk ik dat ook dat volgens mij het vak als trainer ook wel moeilijk, maar ook denk ik heel mooi maakt. De een die wat jij zegt, die krijgt van een vol stadion en die krijgt een enorme boost van. En als hij uitgefloten wordt, denkt hij, god non de juur, ik zal eens een extra gas geven, terwijl een ander misschien weer in zijn schulp kruipt. Nou ja, iets minder durft, ja. Wat misschien wel nodig is op die positie, ja. En je toch wel wat lef hebt, ja. Dan gaat het mis. Ja, niemand vindt dat leuk. Nee. Dat willen we ook niet. Nee, maar jij zelf ook niet. Nee. En dan snap ik wat Hans zeggen. Als je dan spelers hebt die jou al jarenlang kennen, dat die juist dan net die misschien 10% meer lef durven te tonen, ja. omdat er niet een vreemde voor de groep staat, maar een vertrouwd persoon. Ja, alleen... Dat je daar misschien wat extra toe... Hoeveel fouten mogen ze maken? Ja, heb jij ook een grens? Ja, iedereen heeft een grens. Alleen die grens bij mij ligt misschien weer hoger dan bij een ander, of bij je supporters weer. Ja. Hey? Ik snap er niks van, hij is slecht. Maar de hele week heeft hij wel goed getraind. Ja. Iemand anders... Maar dat hoor je wel vaker. Ja. Waar staat hij er weer in? Nee, maar dat voelt me heel mooi, Jan. Dat week uit vorm van wat jij nu dan zegt, hè, van het training gaat goed, hè, de wedstrijd niet. Dat heb jij ook een keer heel mooi uitgelegd van, ja, moet luisteren. Dat heeft ook met die samenwerking in de media te maken. Hè. Als je dat is nou een factor natuurlijk. Wat staat er in de krant? Hè? Ja, nee, maar als een jongen goed traint... Er hoeft maar iets te gebeuren in de privé-situatie, waardoor die een beetje uit balans is. Waardoor je dus niet goed die wedstrijd ingaat op een manier. Ja. Dat jij ook zegt van, ja, weet je, maar dat kan ik niet gaan vertellen tegen die media. Dus, of tegen de supporters. Want wij willen wel graag dat wij
Dat het drie keer gescoord wordt door Devin Haan. Maar goed, als hij dan een aantal wedstrijden niet scoort door omstandigheden. Dat kan het ook zijn. Van, ja, jij kent die omstandigheden, maar wij kennen die omstandigheden. Nee. Van, ja, weet je, ik kan ook niet alles gaan vertellen. Dus dat, ik vind het lastig dat je niet alles kunt uitleggen, zeg maar. Op het moment dat er iets gebeurt, dat iemand van slag is of uit balans is. Of dan zeg van ja, ik laat hem wel spelen. Maar het risico zit erin. Ja, maar het is ook de vraag of je alles uit moet leggen. En soms moet je ook accepteren dat iemand slecht is. En dan kun je ook aangeven, denk als trainer. Ja, dat wordt geaccepteerd. Ja, en aan de andere kant kun je toch ook beschermen dan? Ja, dat kan ook. Ja, nee, maar dat is het ook. Maar het ligt op te stellen en dan hoef je uitleg te geven, maar dat je onze persoon wel beschermt. Nee, maar dat klopt. Of wisselen en de volgende keer staat hij gewoon weer in de basis. Ja, precies. Nee, maar er zijn wel verschillende dingen natuurlijk in. Jan, een biertje of wat anders? Nee, mag maar niet. Dank je. Je bent er vroeg met. Denk ik. Nee, ja, ruim halve weer al. Hè, dus, ja, ik zie de klok door. Half negen. Nee, maar dat vind ik wel. Maar ook, we hadden het straks al over, hè, de rust die jij uitstraalt. Tenminste, zoals wij het zien. Hè. Ik weet niet hoe jij, of jij in de kleedkamer ook gigantische kerken gaan natuurlijk, maar dat horen we dan ook nog wel eens een keer van spelers. Maar ook de rust die jij uitstraalt, dat je niet loopt te bieren, hè, langs de kant van de weg van, of langs de kant van de weg zeg ik. Dat ook niet. Dat ook niet. Langs de kant van het veld. Dat is niet goed. Nee, maar dat je die rust, dat je die rust bewaart. Ja, volgens mij hou je dan het meeste. Waarschijnlijk. Nee, maar dan hou je ook denk ik zelf de meeste controle. Dan valt je ook nog het meeste op. Ja. Als ik heel druk ben en ik ben van alles mee bezig, dan omgaat je misschien wat. Ja. En dan heb je natuurlijk de jongens, de assistenten, zeg maar, de bank om me heen om dat ook te helpen zien. Mm-hmm. Maar ik denk dat rust ook rust overbrengt op jongens. Ja, dat denk ik ook. Ik heb natuurlijk zelf voetbal. Als ik dan een trainer had die stond te brullen aan de kant, dan was dat een totaal idioot. Nee, doe eens even normaal, man. Nee, maar geen moment. Het gevaar is, als je luistert naar de trainer die langs de lijn loopt te schreeuwen, dan wil je misschien dat opvolgen, maar die coaching kan soms te laat zijn. Dan gaat het geforceerd misschien. Ja, dan gaat het geforceerd. Of je bent alsnog te laat en dan gaat het misschien ook niet goed. Dus ja, uiteindelijk zullen ze het in het veld elke keer de keuze zelf moeten maken. En daar ben je toch wel een beetje mee bezig, ook op de trainingen. Ja. Je probeert wat aan te geven daarin. Daar hebben ze best wel wat dingen die wij vinden dat ze moeten gaan doen. Maar ergens moeten ze ook een bepaalde vrijheid hebben. Ja, maar om dat te leren, ik was ooit in Manchester en dan sprak ik een man die was betrokken bij Manchester United. En die zei, er waren bij bepaalde jeugdteams, op het moment dat de bal rolt, mogen er geen aanwijzingen worden gegeven. Niet door ouders, niet door de trainer, niet door de coach, door niemand niet. Als de bal rolt, is iedereen stil. Ligt de bal stil, dan mag de aanwijzingen worden gegeven. Maar dus als iemand dit balletje pakt van ingooien en zegt van ja, pas op die nummer 8 of werk wat. Maar op die moment dat die bal het veld in gaat, moet iedereen zijn mond houden. En dan worden de spelers gedwongen om eigen keuzes te maken. Dus dat vond ik wel een hele interessante visie op hoe je zeg maar jonge spelers zeg maar ontwikkelt door juist niks te zeggen. Ja, klopt. Alleen altijd is de vraag weer van, is dat de beste methode? Ja. Uiteindelijk, en gaat dan het snelste om zo snel mogelijk die ontwikkeling te maken? Of moet je juist af en toe meer helpen? Ja. Ja. En bij de een is absoluut wat jij zegt. Ja, niks zeggen. Eens, tuurlijk. En bij een ander die moet je... Dat is hetzelfde als een schop onder de kon in de eigen Maar ik toch denk dat in bepaalde leeftijd dat je... Kijk, op het moment dat je een bal aangespeeld krijgt en ja... Henry, open op rechts. Oh, fuck, oh, kijk, en je opent op rechts. Ja. Maar... Ja, die trainer niet goed gezien. Nee, maar hij die aanwijzing niet krijgt, dan moet je gaan leren om dat zelf te zien. En dan kan zo'n trainer bijvoorbeeld wel zeggen, als een keer vrije trap is of hij komt misschien, hij niet gezien dat Erik daar ginds in de verte vrij stond. Nee, ik heb helemaal niet gezien. Volgende keer weet je. Maar ik vond het principe erachter van, als de bal rolt, houdt iedereen zijn mond. Nou, dat denk ik van ja, vond een interessant verhaal. Ja, interessant. Nou, proost. Ja, op, is dat zo? Ja mensen onderverhaal weer. Proost. En eerder, we hebben jaren gehad over de promotie, want dan ging je bovenin mee, hè? Tweede plek, derde plek, af en toe. Mogen we nog wel hebben. Maar nou, de promotie gewoon een mooi seizoen, toch? Ja, wat is de ambitie, Jan? Ja, wat is de doelstelling, Jan? Vertel ons. Wat wil jij sporten? Winnen. Ja. Het hoogst, willen we gewoon elke wedstrijd. Het hoogst haalbare. Ja, maar dat wil je, maar of dat reëel is, dat gaan we zien. Ja. Maar dat is ook... Hoe beleefd wordt in de selectie. Dus niet van we moeten voor die promotie gaan, maar we moeten elke wedstrijd winnen. Zo goed mogelijk proberen. Het is niet zo dat heel nadrukkelijk. Ja, daar hebben we het nog niet helemaal over gehad, maar uiteindelijk gaat dat komen. Je wil gewoon elke wedstrijd winnen en dan wil elke voetballer wil dat. Ja. Je wil gewoon, dat doen ze op de trainingen al, onderlinge partijtjes en dat wil je gewoon. En wat is dan je doel? Ja, dat zal ook blijken hoe je een wedstrijd gaat spelen. Ja. Maar voor resultaten gaan pakken. Maar je gaat wel met een ambitie toch
de competitie in. Ja. En dat is play-offs? Ja. Ja, ja, ik moet luisteren. Ja. Play-offs, dan kun je tiende eindigen, hè? Ja. In feite. Ja, daar heb je. Nee, ik kan wel. Ik snap hoe. Snap ik? Willen we niet. Nee, dat snap ik, maar ja, ik vind play-offs... Als je voor promotie gaat, dan kun je negende, play-offs halen, kun je nog steeds promoveren. Dat kan, ja. En achteraf heb je dan een geweldig seizoen gehad dat dat gebeurt. Ja, we kijken nog toen we zesde ben geworden. Ja. Volendam uit was dat. Ja. 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 Nee, maar... Ja, dat zit hij. Ja, precies. Dat was een mooie terugreis. De meester mag. Ja, dat mooi was dat. Maar Jan, ik wil eigenlijk één speler uithalen. Van de huidige selectie. Gaan we straks even over. Hassan. Hoe spreek je die voornaam eigenlijk uit? Blend? Dat is dat ik net vooral. Oh. Is dat Boelend. Boelend. Oh, oké. Okay. Wist je het niet? Je wist dat zeker wel, gewoon echt gek. Ik ben er niemand. Maar Boelend is Boelend, ja? Boelend. Ja. Schijnt de enige speler te zijn zonder klinkers in de voornaam. Ja, heb ik wel ergens gelezen, ja. Tenminste, hier in Nederland. Oké. Okay. Ik heb ook nog geen andere gehoord. Nee. Je hebt ook maar één, Jan. Ja. Hé, ook Hans. Oh ja, tuurlijk. Ja. Maar goed. Okay. Wilco heeft er twee. Ik heb er twee. Wilco. Maar goed. Hassan. Ja, Boelend. 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 Ja. Heb je daarmee gewerkt in de jeugd? Altijd? Ja. Ja? Ja. Dus je wist wel hoe goed dat hij was? Ja. Neem ik aan. Nou ja, jawel. Nee, ja. Wat hij nu laat zien, heeft hij in de jeugd ook altijd laten zien. En dan zeker ook in de scoren. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel een flinke stap hoger. En wat hij dat nu al laat zien, dat zegt toch wel veel voor de toekomst. Hè? En misschien voor dit seizoen. Ja, ik vind dat hij het op het moment heel erg goed doet. Zie je hem ook als een potentiële basisspeler dan? Ja, dat weet ik nog niet. En dat weet ik niet, omdat hij nog niet tegen de jongens gespeeld heeft, waar we tegen gaan voetballen. Nee. En dat zal nu komende wedstrijden gaan we dat zien. Ja, en dan zal het een beetje blijken weer. Ja, maar zal het ook een speler kunnen zijn waar we straks al waren, die misschien toch die angst niet kent? Nee, ik denk dat hij vrij uitspeelt. Ja? Ja. Is toch wel mooi, hè? Waar ligt dat dan? Is dat dan dat hij nu voor het eerste seizoen bij de selectie zit? Of heeft dat een andere oorzaak? Dat hij vrij uitspeelt? Ja. Nee, ik denk dat het bij hem een beetje in zit. Ja, toch wel. Ja. Je hebt van voetballers, het maakt niet uit wat er omheen gebeurt. Die trekken zich eigenlijk nergens wat van aan. Ja, jij kent hem. Dus ik neem Nee, maar ik denk dat je zo'n Erik Fiscaal eigenlijk, die trok zich ook erg nergens wat van aan. Nee. Die kon ook gewoon zijn ding doen. Maar daar moet je ook wel de ruimte voor krijgen. Jawel, Ali Ibrahim. Dat waren toch ook persoonlijkheden, zeg maar, hier wie gespeeld hebben. Ja. Die maakt het ook niet uit. Nee. Maar daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen, natuurlijk. Ja. Is dat nou typische voetballer waar jij tegen zegt, hè? Dat neem ik volgens mij ook op een gegeven moment. Joh, maak je acties. Geen opdrachten verder. Nee, dat kan niet. Nee? Dat kan niet meer, denk ik, hè? Nee, maar... Ja, je hebt een verdedigende organisatie. Hè, daar maak je afspraken in hoe je dingen wilt gaan doen. En daar gaat hij gewoon in mee. En dan moet hij gewoon in mee. Ja. Maar aan de bal kan dat wel een speler zijn wie iets vrijer laat. Ja. Omdat hij bepaalde dingen heeft. Dan zal hij toch de ruimtes moeten zoeken. Ja, maar de voorhoede over het algemeen is best wel wat vrijer. Ja, okay. In positie kiezen. Alleen het is natuurlijk wel zo, als er aan de zijkanten een bek al hoog komt, dan moet ook niet een buitenspeler aan de buitenkant staan. Nee. Dat zijn wel wat afspraken wie je natuurlijk hebt. Ja, okay. En daar moeten ze natuurlijk wel naar luisteren. Ja, in positie kiezen. Want anders kun je niet doorvoetballen. Ja, maar wij als supporter, hè, op de tribune. Daar hadden we ook vaak wel iets van. Zoals met Camille. Eunal wat minder. Dat je zei van, joh, die jongen die moet zoveel verdedigend werk ook knap op een gegeven moment. Die loopt zo naar achter het voetballen ook. Die komt op een gegeven moment... de kracht of op dat moment kort om voor in die acties te maken. Daar hou je daar ook rekening mee? Dat je zo'n knaap zoals Boelend niet te veel verdedigende taken meegeeft? Liefst doe je dat. Alleen als hij te weinig doet, dan hebben ze het achterin weer te moeilijk. Dan krijg je de bal ook weer moeilijker bij Boelend. Dus het is constant die wisselwerking. De spitsen zullen veel moeten doen. Ja, ja. Wil je alles op kunnen vangen? En dat is wel het voetbal wat er tegenwoordig gespeeld wordt. En een vraag aan jou, Hans. Als wij nou lekker op de middenlijn gaan zitten, lekker achterover hangen en de tegenstander mogen gewoon alles doen. En incidenteel maken wij een counter en we winnen met 1-0. Word je dan vrolijk of niet? Als het in de laatste minuut gebeurt. Ja, dan Jan, nee. Oké, dan hebben we hier feest. Nee, dat klopt.
Nee, dat is een beetje, hè, dat je het nee, maar ook op dat gebied, hè, dat je het heel moeilijk altijd goed kunt doen voor de supporter natuurlijk. Nee, maar daar zit ik echt niet op te wachten. Nee. Zegt. Nee, maar spelers moet je vrijheid geven, maar wel in kaders. Ja. En daartussen mogen ze heel veel doen. Ja. En maken ze een fout en de ander kan het oplossen. Geweldig is dat. En dat wil je ook eigenlijk. Ja, dat is. Dat ze elkaar helpen. Ja, je hebt natuurlijk ook met een tegenstander te maken. Ja, ik toen tegen Zwolle, thuis tegen Zwolle, hier de eerste half uur werden we helemaal van het kastje aan de muur getikt. Ja, dat kun je van alles willen, maar als ze zoveel beter zijn. En de tweede helft was trouwens veel meer gelijkwaardig. Was echt een leuke wedstrijd. Maar je hebt natuurlijk ook met een tegenstander te maken die ook met een strijdplan komt. En als je dan met 7-8 jongens staat, die alles bij elkaar gemiddeld 21 zijn, ja, dan heb je nog wel wat. Belangrijk ook in een groep, en dat is wat ik graag zie, maar wat ook heel veel mensen hier zien, duels spelen. Ja. Maar dan moet je in duels komen en dan moeten de afstanden kloppen. Ja. Mm-hmm. Zetten ze voorin te weinig druk, maar ze laten, dan gaat de laatste linie weer van achter lopen. En dan worden de afstanden gewoon te groot. Mm-hmm. En dan kom je eigenlijk nooit in duels, zeg maar, op het middenveld. Ja. En iedereen zegt, ze hebben er niks aan gedaan. Ja, de afstanden zijn te groot. Ja. Ja, en doen de spitsen dus te weinig, dan heb je de kans dat dat naar achteren gaat. Spitsen loop iets aan en die ruimte weer ertussen valt, die is dan veel te groot. Ja. Dus de spitsen moeten meer doen, dan gaat de laatste lijn opsluiten. Ja. Dus dan zou je bij wijze van spreken in de data kunnen zien, hè, aan die kastjes, dat ze god weet hoeveel kilometer hebben gelopen en dat het publiek denkt, mijn god, wat een puin op. Als die ruimtes te groot worden, dan lopen ze echt de vuur de sloffen. Ja. En dan hebben ze heel veel meters gemaakt en dan denken wij op de tribune van man. Hè? Ja. Maar wat misschien een beetje bij aansluit, waar de vraag die ik. Ja, mezelf een hart en nieren achterhoeken. Ja, zijn we allemaal zoals we hier aan tafel zitten? Ja? Okay. Ja. Ja. Allemaal. Ja, allemaal. Ik dacht van wel, ja. Nee, en we hebben. De staf is bijna volledig achterhoeks. Ja. Bijna. Ja, bijna. Tenminste met Mees en met. Meester wel. Ja, en Martijn. Maar fijn. Stefan de Vijverberg is allemaal achterhoeks. Ja, dat bedoel ik. Maar probeer jij het team ook een soort achterhoekskarakter mee te geven? Dat willen wij wel natuurlijk. Dat is ook de manier, hè. Maar ja, dan moet je natuurlijk vragen, wat is dat dan? Maar weet je wel, niet alleen maar poetsen en het is spektakel voor de goal. Ja. Ja, voor de goede goal. Ik denk met name dat stukje spektakel eigenlijk. Ja. En de manier van voetballen, hoe dat gebeurt, ik denk dat niet het belangrijkste is. Ik denk het spektakel, zeg maar, dat we daarop zitten te wachten. Maar jij gaf straks aan, je vroeg je van, joh, weet je, als wij achteroverleunen uit de middenlijn en we doen met een counter en we winnen met 1-0. En spektakel. En je gaat met 4-3 af? Ja. Dan wil ik toch liever met 1-0. Nou ja. Ja? Ja dan, Jan. Nou, als het incidenteel is, dan wel. Maar als dat dan wedstrijd op wedstrijd is. Nee, dat klopt. Nee, dat is niet leuk. Er is een plan, hè, Jan? Als ik het zo we hebben het altijd over een plan. Wij vinden een plan altijd heel belangrijk. Heel in de podcast, elke keer. Toen elke trainer had een plan. Ja, alleen Mike Snoe niet. Hij was wel meester macht, maar hij heeft nooit een plan kunnen ontdekken. Hij heeft wel heel veel punten gehaald, hè? Ja, dat wel. Ja, dat en dat zei hij met de kont voor de goal en wel heel veel punten halen. En uiteindelijk is Mike Snoe, en daarmee, maar goed, daar komen we weer op zoveel keer terug, ook nog een beetje noor aangenaaid, want anders ga je gewoon Eredivisie natuurlijk. Ja, dat klopt. En dan heeft hij het eigenlijk qua resultaat gewoon heel goed gedaan. Ja, eigenlijk wel. En je promoveert. Ja. Het mooie was wel, Jan, toen Robbenmond kwam. Giovanni Korte, die hadden we met allemaal termen met undercut en overcut. Maar die zei, er is een plan. En toen hebben wij elkaar aangekeken, wij vielen echt even stil. Van, er is een plan. Maar er is nu ook een plan, Jan. Toch? Als ik jou zo hoor. Ja. Ja. Je hebt een manier van spelen. Ja. En dan dat ga is je gewoon heel belangrijk, hè. Want dat proces, die jongens meenemen. Ja, maar een plan is, en dat kan, dat stuur kan ook, wat bij. Ja, nee, dat kan, hè. Dat is een bewegend iets, denk ik. Ja. Dat is gewoon de manier van voetbal, wat we voor ogen hebben, waar wij denken dat je resultaten mee kunt halen. Ja. En als je nu naar het team kijkt, Jan, hè, dan kunnen we heel veel posities eigenlijk, ik denk dat je al een bepaalde basis in je hoofd hebt. Dat denk ik. De meeste jongens kun je op de positie neerzetten. Wij denken van, nou, daar kunnen ze spelen. En op welke posities kijken we als club? Kijk, staf, technische staf, kijken jullie nog verder? Van daar en daar en daar zullen we nog wel wat versterking moeten, hopelijk kunnen, vinden, halen. Ja, goed, versterking ben je altijd op zoek naar. Mm-hmm. En op dit moment zeggen we, voorin willen we nog wat bij hebben. Middenveld zou er eentje bij kunnen. En het hangt natuurlijk ook af van, wat hou je dan over? Ja. In elke linie zou je er wat bij kunnen hebben als het versterkingen zijn. Ja. Want dan word je er beter van. Ja.
Ja, is het nodig? Ja, dat weet je dus maar nog niet helemaal. De prioriteit ligt? Toch nog eentje op de vleugel erbij? Of ja, maar mooi zou zijn dat iemand zeg maar op meerdere posities uit de voeten kunt laten komen. Ja, en dan rond 27, 28 jaar is. Ja, precies. En wat ervaring. Alleen, kunnen ze zich melden, hè? Kunnen ze zich bij ons melden eventueel als ze het horen? En anders pak jij je voetbalschoenen toch weer aan. Ja, nee, daar was ik al bang voor. Ja. Nee, maar we willen wat bij hebben. Alleen, het moet meerwaarde zijn. Ja. We hoeven geen... Niet voor de breedte, dat is niet... Nee. Dan moet je misschien ook geduld hebben op de transfermarkt. Je moet geduld hebben. Ja, dat is het, hè. En dan kom je even over die aantrekkingskracht van de club weer uit, hè. Ja, lastig. Nee, maar dat is denk ik dan. Ja, maar goed. Aan de andere kant is als wel zo'n warme dan van Ajax. Ja. En zeg maar Ajax supporters in mijn omgeving, die hebben toch wel zoiets van, dat is best een heel aardig voetballetje. Ja, daar hadden we het ook over, hè. Warme dan, dus Hille blijft ook. Ja, die kans is aanwezig. Maar helpt dit? Ja, dit helpt natuurlijk. Ja. Tenminste, als ik naar mezelf en je komt iemand bij je die je goed kent, ook vanuit je verleden, zeg maar, waar je ook lekker mee speelde, dat zou gek zijn dat je niet denkt van, dat is fijn. Maar hij is een goede 2 weken hier, hè. Wat is jouw indruk? Ja, nou goed, we hebben hem gehaald op basis van wat we hebben gezien. Nou ja, dat zie je dus terug. Toch, ja. Alleen... Okay. Goed, straks in de wedstrijden gaan we het ook weer zien. Ja, oké, maar ik had het niet meer met die... 82 wedstrijden KKD. Op die leeftijd heeft hij best wel veel gespeeld. Maar het viel nu ondertussen bij ons ook al. Ja. Dus die kun je er bijna mee vergelijken, zeg ik. Ja, klopt. Ja, eens. Wie wordt jouw verlengstuk in het veld, Jan? Ja, dat kunnen er gewoon meer zijn. En dan kijk je met name naar de jongens die erin lopen met wie wat ervaring hebben. Ja. Mm. En uiteindelijk zal blijken zeg maar, wie er allemaal gaan spelen. Ja. Nou, ik kan je namen opnoemen, dat zijn voor mij verlengstukken. Gewoon in het elftal zelf. Dat is natuurlijk in Jeffrey heb je daar, Jan Lammers is een verlengstuk. Sandro Schenk zo, Alex. Leon. Leon Kaak. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk wel de jongens zeg maar, wie qua ervaring een hoop meegemaakt hebben. Dat zijn dan eigenlijk de jongens, zeg maar, de ervaringen. Ja. Mm. Ja. Dat zijn dan de verlengstukken. Ja. Alleen ook verlengstukken, gewoon in alles. Spar jij daar ook mee? Meer mee dan met de jonge jongens, zeg maar. Maar goed, dat meeste zal nog moeten gebeuren, denk ik. Maar ik heb hun dan wel een paar keer wat gevraagd, ja. Ja, ja. Ook om een soort van bewustwording, of een soort van hoe moet ik het zeggen, om... Nee, ik denk dat zij belangrijk. Maar zij zijn ook belangrijk, denk ik. Ze hebben natuurlijk een hoop meegemaakt al. Mm-hmm. En die voetballen al een aantal jaren. Ja. Ja, die moeten toch ook tegen enkele jongens vertellen hoe zij erover denken als zij iets doen. Ja. Die moeten ons helpen daarin. Ja. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Hè? Ja. Dat zegt de trainer ook altijd. Hè? Ja, als de wedstrijd begint, dan moet ik ze loslaten. Dan is het, als je dan in een vol stadion, is het wat moeilijker te coachen. Als je bij Jong Utrecht zit, dan is het wat makkelijker te coachen, denk ik dan. Ja. Zo. Maar goed, daarin warmen. Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk, die rollen die jongens kunnen spelen. Die ze ook op kunnen en willen pakken natuurlijk. We missen natuurlijk, er is een routinier vertrokken, Hidde. Kijken jullie daar nog naar een keeper erbij, zeg maar, met ervaring? Tuurlijk, je hebt altijd prioriteiten. En die ligt niet in eerste instantie daar. Nee. Alleen, doet er zich wat voor en we vinden dat het nog wat nodig is. Nou goed, daar is ook de voorbereiding voor. Ja. Maar op dit moment is het niet zo, wij zoeken nu een keeper. Nee. Maar het is wel zo gegeven van, jij bent aan het luisteren en kijken van, moet er wat gebeuren? En de voorbereidingsperiode is daar natuurlijk ook voor. Ja. En op dit moment, ik denk dat Mees, zeg maar, Mees Bakker dan. Ja. Die mag het laten zien en die kan het laten zien nu. Ja. Nou, en ik hoop dat hij dat wel ook gewoon met beide handen aanpakt. Ja. 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 En de bal ook? Met beide handen. Ja. Als hij het met beide handen aanpakt, dan verwacht ik dat hij ook heel veel ballen pakt. Nou. Ja, ja. Misschien is het niet nodig. Maar hoe vindt u het aan, Jan, de voorbereiding? Ben je tevreden? Ja. Zoals het loopt, is eigenlijk wat je graag wil. Mm-hmm. Maar ben je daar dan klaar voor? Dat weten we nog niet. We hebben nog twee oefenstrijden gespeeld, hè. Wat we zien, zeg maar, waar je mee bezig bent geweest op de trainingen, dat zie je gewoon in het veld terug. Mm-hmm. Met druk zetten, opbouw van achteruit, in de eindfase, zeg maar, loopacties waar je graag wilt zien. Mm-hmm. Maar dat het nog beter moet en beter kan,
Ja, dat mag ook duidelijk zijn. Ja, natuurlijk. We hebben nog even. Ja, nee, maar je ziet de dingen terug, wat we willen. En ja, dat is op zich wel heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ook wel heel mooi, denk ik, omdat je nog zo vroeg in die voorbereiding zit. Of vroeg, 2, 3 weken. Maar dat je nu al dingen terug ziet eigenlijk. Dat is op zich. Ja, maar dat was ook bijna de eerste wedstrijd zag je wat zaken terug hoe aangegeven hebben. Ja. Ja. Dat is wel heel mooi. Over 3 weken zat Kalis iets hier, hè, met de bus. Ja. Ja, dat doet natuurlijk niet zo lang meer. Dus, ja, mooi man. Ik heb er zin in. Ja, natuurlijk. Nee, heerlijk. Nee, maar we hadden straks al even over de Guus Hiddink, Jan. Naar mijn gevoel, maar dat kan helemaal verkeerd zijn, is hij nu wat meer direct betrokken bij de Graafschap? Jij zei straks ook wel, waar blijkt dat uit? Ja, dat weet ik niet. Het is gevoelsmatig. Je leest het, je ziet het. Hij wordt ook geregeld in Doetinchem gesignaleerd. Is dat dan ook iemand waardoor mensen zeggen van, ja, weet je, wij willen naar de Graafschap of we tekenen bij de Graafschap? Hey, dat speelt absoluut een rol. En dat hij meer aanwezig is, ja, ik heb hem dit jaar vaker gezien dan andere jaren ervoor. Dus dat hij meer betrokken is aanwezig, ja. En ik denk, iemand met zijn status, ja, dat zorgt altijd voor aantrekkingskracht. Ja, toch is dat mooi, hè. Er is ook wel eens kritiek geweest, hè, op Guus Hiddink natuurlijk. Hè, want, maar er werd wel eens vaker gezegd van, hij doet niks voor de club, maar dat blijkt dus achteraf helemaal niet zo te zijn. Hij is altijd betrokken geweest bij de club. Dat wordt ook door mensen geroepen die niet weten. Maar je zag hem bijna nooit. Nee. Maar hij was er wel bij betrokken. Ja. Wat dat betreft dus zagen we hoe vaker dan Guus Hiddink. Ja, best wel blij. Ja, dat hadden we wel. Ja. Jan, de nieuwe shirts. Even heel wat anders. Hoe vind je die? Ik vind ze mooi. Ja, het is ik vind ze mooi. Ja, zijn ze ook. Is dat gaan alle EK's naar Dennis van Amerongen? Ja, of, ja, echt? Ik heb het in ieder geval niet gedaan, want dan waren we niet hieruit gekomen. Nee. Heb jij een voorkeur voor shirt, Jan? Ja, nee. Lange mouwen misschien ook niet. Ja, dan kun je oprollen. Dan kun je nou eens een keer weer stromen de mouwen of? Ja, dat kan. Nee, maar goed. Ja. Maar dus ik zag ook al bezorgde supporters zeiden, maar zo'n kraagje, gaat het dan niet schuren? Ja, maar Kevin? Nee, maar goed, maar even. Nou, ik heb het vandaag. Ja. Zeg, er hoeft geen strop naar zo mee, hè? Nee, ik wil zeggen. Krop ik al los. Ja. Nee, maar wel bijzonder. Want ook dat, hè, Jan, daar heb je het over een plan, een proces. Maar ook die shirts, hè. Volgens mij is dat ook, ja, je begint te lachen, maar volgens mij is het ook heel belangrijk hoe je in het veld staat. Tuurlijk, de uitstraling. Of je daar met een shirt staat van, ja, het zal wel. Of met een shirt wat uitstraling heeft, zoals de Graafschap nu ook weer heeft eigenlijk. Of zie ik dat verkeerd? Je loopt al zo lang mee. Ik hoop nou elke wedstrijd met 1-0 voor staan al op die dat manier. Dat zou mooi zijn. Nee, maar een logo, echt een mooie logo erop. Ook zeggen van, je kan een beetje aanwijzen, Ben zei toch gezegd, van ik koop bijna nooit een wedstrijd shirt. Maar in dit geval, is fantastisch. Uniek. Dus Dennis, mijn complimenten namens ons allemaal. Nou, Jan, je had ook een shirtje bij je, of twee zelfs, hè, net toen je hier kwam. Ja. Voor Ben. Dat witte shirt, of tenminste, ja, het is een beetje gelig, denk ik. Hè. Dat lijkt wel een beetje op het shirt wat van dit jaar, het uitshirt. Ja, het mooie is het trouwens, is het trouwens wit blauw, of toch heel licht blauw? Heel licht blauw, hè, ja. Er komt op de foto's heel licht over. Ja, maar licht blauw, hè, ja. Als je dan Jeffrey met een shirt van Westminster erop, hè, dan zie ik daar zo kort meisje van. En die staat notabene altijd in de kantine bier. Ja. Maar dat was een heel geel shirt ook, die mist van Westminster. Heel geel shirt, dat ligt dan. Dat is toch fantastisch. Maar goed, dat is een detail, Jan. Ja, maar dat is misschien voor ons wel een heel belangrijk detail. Dat is een vraag die ik graag aan jou zou willen stellen, Jan. Al die jaren hier, met name als voetballer, vanaf 84 tot 2003, denk ik dan. Ja. Wat was dan de beste speler waar jij mee in het veld hebt gestaan hier bij de Graafschap? Dat vind ik een hele lastige. Mooie vraag. Hazem Eman vond ik ontzettend goed. Ja. Maar goed, Erik Fischaal ook. Ja. En Ali Ibrahim op zijn manier daar ook weer bij. Maar dat zijn wel heel andere types weer. Ja, mm-hmm. Ja. Maar jij zag ze ook elke dag op veld natuurlijk, op de training. Ja. Kon jij ervan genieten? Jazeker. Maar het waren wel andere voetballers dan ik was. Klopt. Maar zeker niet belangrijker. Ik bedoel, de rollen die jij hebt gespeeld. En Ben Sahar, dat was ook wel een. Daar heb ik niet samen mee gespeeld. Nee, net daarna. Nee. Maar die Ben Sahar,
die deed dingen, dat snapten wij hier niet. Nee, dat klopt. Die was constant als speelbaar, maar die kreeg nooit een bal aan. Ja. Maar dat heb ik de afgelopen jaar ook met Siem een paar keer gezien. Ja. Daar stak achter. Ja, hij stond zo vaak vrij. Ja. En dan kon hij die bal niet krijgen. Nou, de medespeler moet het ook zien. Ja, dat klopt. Maar nu heb je het over Jan vroeger. Ja. Ja, robuuste verdediger. Vroeger. Nee, maar ik weet niet precies hoe ik die vraag moet stellen. Maar als jij nu in het veld zou moeten staan. Hè? Ja, je bent gewoon 20 jaar jonger, 50 jaar jonger, 30 jaar jonger. En je zou nu als verdediger bij de Graafschap spelen. Hè? Wat is het verschil eigenlijk met het huidige verdediger? Is er een verschil? Ja, tempo. Is puur tempo. Maar jij was gewoon even ballen afpakken en inleveren, toch? Taak, ja. Dat was jouw, een beetje jouw taak. Ja. Tegenstander uitschakelen. Je hebt het al meegemaakt, hè, vanaf het begin. Ja, maar eigenlijk tegenstander uitschakelen en dan zorgen dat je balbezit houdt. Dus het is puur tempo. Voor de rest is er niet veel veranderd. Intensiteit misschien, Jan? Ja, maar dat is tempo. Tempo-intensiteit, ja. Tempo-intensiteit, dat ligt vele malen hoger dan toen. Mm-hmm. En daar hoort dan ook bij, ja, uiteindelijk je techniek. Als tempo en intensiteit omhoog gaat, kun je dan... De handelingssnelheid moet omhoog. Ja. Dus de balvaardigheid, daar wordt gewoon meer in gevraagd. Mm-hmm. En daar ligt vele malen hoger. Oké. Okay. Absoluut. Maar ik denk op elke positie wel dan. Nee. In het hele elftal is dat. Wat nu al denk ik vanuit de jeugd wordt er natuurlijk al op getraind. Van aannemen wegwezen, eerste aanname, pats wegwezen. Ja. Kijk beelden terug. Er werd nog gewandeld met een bal aan de voet. Zo mooi, hè? Ja, dat zie je nu bijna. Ja, achterop zie je dat nog heel af en toe. Ja. Ja. Maar dat gebeurde op middenveld bij wijze van spreken. Gewoon even wandelen. Dat is wel makkelijk. Ja. Dat hebben we even nodig, Jan, of niet? Wij wel toen, denk ik. Nee, maar dat wandelen, hè, dat, ik bedoel, ik las straks, want dat heeft ook met de snelheid van het spel te maken natuurlijk. Hè, want ik las dat het veld van MVV is afgekeurd. Ja, afgekeurd. Het kunstgrasveld. Ja. Want de bal rolde te snel. Te snel. Oké. Okay. Die moet een nieuwe veld aanleggen. Dat kan ook tegenwoordig, hè, dat de bal te snel rolt. Maar dan denk ik van... Het is een eisen van de UEFA, de verdediging niet aan. MVV moet een nieuw veld aanleggen. Dus die moeten sowieso de eerste wedstrijd, maar misschien ook de tweede thuiswedstrijd moeten ze in een ander stadion voetballen, want er moet nu een nieuw veld in. Anders dan, maar kunstgras, Jan. Ja, liever niet. Nee, gewoon inderdaad. Niet. In de winter is het wel eens makkelijk. Ja, maar... Ja, om op te trainen. Ja, om te trainen. Ja, oké. Ja, maar kunstgras, joh, ik vind het echt... Gewoon echt gras met zo'n bord hier. Een brief van Chris af, toch? Snapt iedereen? Fantastisch. Beetje dood erop, beetje regen. Lekker. Een heel leven de Graafschap. Dat is al een keer een documentaire geweest natuurlijk voor jou, hè? Want ik weet niet, daar had een andere titel. Ja, had een heel andere titel. Ja, okay. Toen waren we nog niet zoveel. Oh, maar dan weet ik dat ook gelijk. Want ik vind dat wel een mooie, een leven lang de Graafschap. Een hele, het is een inkoppertje natuurlijk, maar goed. Wat doe je nog bij Van Beek dan, Jan? Ben je dat ook nog steeds, of niet? Ja, twee uurtjes zo'n beetje. Twee uurtjes in de week. Jemig zeg. Mooi is dat kan. Ja. Toch? Ja. Is dat ook een beetje dat je denkt van, ja, weet je... Even anders, even niet? Ontspanning, ja. Ja, goed, het is gewoon leuk. Het is niet van, even wat anders of zo. Nee, ja, ik heb er altijd in gezeten. Ik heb het leuk gevonden. Fantastisch, hè? Dat twee uur ook gewoon geaccepteerd wordt, hè? Dat je ook gewoon... Jij bent gewoon een onderdeel van het inventaris. Zo voel ik het me wel. Ja. Ja, ik voel me onderdeel. En net dat ik het hier ben eigenlijk. Mooi is dat, hè? Ik doe het gewoon graag. Jeetje. En ook, ja, de omgeving. De mensen waar je mee samenwerkt, dat is gewoon leuk. Ja. En ben ik wat in een nieuw pand? Ga door, toch? Komen er wel eens... Ach ja, hier. Nee, dat doe ik niet te zeggen. Dat doe ik niet. Nee, dat kan ook, zit in het dorp, zeg maar, bij ons. We gaan ook naar het instituut trainen. Ja. Dus dat is... Het plan. Ja. Het plan is dat, maar wanneer, weet ik niet. Dat is niet bekend. Nee. Okay. Dat zou eigenlijk al gebeurd zijn, maar toen kwam dat met die de stikstof allemaal. En dat weet ik wel. Dat klopt, ja. Er was te weinig stroom ook. Ja, dat was ook nog geloof ik. Hè? Ja. Inderdaad, ja. En dat kon dat niet doorgaan, dus dat is uitgesteld. En wanneer dat nu gaat gebeuren, ik weet het niet. Okay. Hebben we gratis eieren van Verbeek dan, Jan? Dat je twee uurtjes daar blijft voor de gratis eieren, of niet? Nee. Je hebt gewoon echte kip-eieren, zeg. De spelers krijgen elke dag naar de lunch en uitsmijten hier. Nou, ontbijt hebben, gebakken eieren. Ja, Jan, er is heel veel de revue gepasseerd, hè, van jou. We hebben niet het debuut in 84, want dat kunnen mensen al terugluisteren in de podcast van de Eregalerij, hè, die ik met Jacqueline heb gemaakt met jou. Een heleboel de revue gepasseerd. Spelers die je er eventueel bij wilt houden, namen, maar in ieder geval de posities. We hebben over de jeugd gehad die op het veld staat. Als we nu even naar het nieuwe seizoen kijken, hè? De seizoenstart.
Ik heb gezegd, als we die eerste periode pakken, dan worden we ook gewoon kampioen. Die kans is heel groot dan. Ja, hè? Ja. De kans uit de lotto is groter, maar dat is een ander verhaal. Ja, nee, maar toen jij het programma zag, is dan zo, oké, dat is zo, dan moet je gewoon aan de bak. Of denk je dan van, ja, want je komt ze toch allemaal tegen. Je bent er zo nuchter in. Hè? Maar ik kan er toch niets aan veranderen, nee, anders? Ik kan wel op de kop. Ja, maar je kunt ook zeggen van, ja, moet ik zielig gaan doen? Moet ik dan zielig gaan doen? Nee, alsjeblieft niet. Maar net als alle concurrenten topclubs krijgen... thuis voor de winterstop. Niet allemaal, maar wel de beste. De meeste. Ja. Maar concurrenten waarvoor? Ja, kampioenschap natuurlijk. Kampioenschap. Oh, je legt de lat gelijk al. Och, jemig. Ik spreek dat gewoon uit hier. Maar ik denk dat Jan daar wel kunnen zeggen dat we een hele mooie competitie tegen moet gaan. Hij ziet tegenstanders, Groningen, Cambuur, Emmen, wel vaak naar het noorden. NAC. Dat realiseer ik me nu. NAC. NAC. Oh, je hebt iets met NAC, of niet? Ja, nee, ik heb niks met NAC, maar wel in Breda. Oh, ja. Nee, maar de competitie, als je ziet wat voor teams er in de competitie zitten, is dat natuurlijk mooi. Ja. Ja. Dus de competitie wordt dat betreft aantrekkelijker. Ja, ja. Ja. Gaaf. Zeker. Alleen Groningen gooit er nog, hoeveel geld tegen een begroting van 15 miljoen. Ja, dat is niet normaal. Ik denk dat dat dan lastig wordt, maar dan moet je maar goed. Ja. Ach, dan worden die eerst en weer twee, dat is dat prima. We hebben de selectie in principe al heel mooi voor elkaar natuurlijk. Hè. Die schuld die is, daar komen we ook wel vanaf. Dat komt ook wel goed, denk ik. Hou je daar nou mee bezig, Jan, of niet? Of hij is zoiets van, ja, dan moeten ze op kantoor maar regelen. Ja. Ja. Jan, dan ga ik mijn salaris maar krijgen. Je hebt één focus. En als het even te grottig wordt, dan ga ik gewoon lekker naar Verbeek toe, even twee uurtjes. En is dat mooi. Fantastisch. Waar maak je dat nog mee, jongens? Hè? Ja, ik snap. De openingswedstrijd tegen ADO, Jan. Geeft dat nog iets speciaals met betrekking tot de rijen die daar zit? De rijen Kalis iets? Oud-collega. Ja. Kijk, de rijen zouden alles voor de club. Maar ja, dat heb jij ook natuurlijk. Je zegt gewoon alles voor de club. Gewoon normaal. De rijen had een mooi accent natuurlijk. Heeft dat nog een bepaalde betekenis voor jou? Nee, niet heel speciaal. Het is natuurlijk, ik vind het wel leuk. Ja. Maar het is niet dat meer gaat brengen dan met anderen. Nee. Ik vind het leuk om hem daar natuurlijk weer te zien en te spreken. Ja. Dat is, ADO, de eerste tegenstander. Je hebt uiteraard mensen die op de tribune gaan zitten. Hè. Dat kan nu nog niet tegen ADO. Of zijn er al stiekem mensen oefenwedstrijden aan het bezoeken van ADO? Nee, alleen je kunt wel beelden krijgen. Dus die zijn links en rechts wel te krijgen. Dus dat kunnen we zien. En in augustus spelen ze nog tegen Sparta. Okay. Dus dan zou ik zelf eigenlijk te denken om even te kijken wat hij gaat doen. Maar ik neem aan dat hij dat ook gaat doen. Maar dan kom je gewoon voor Camille. Even kijken hoe het met Camille gaat. Ja, goed. Dat maakt ook niet uit. Maar vind je het wel prettig dat de eerste wedstrijd de Vijverberg speelt? Of maakt het niet zo heel veel uit? Eigenlijk. Zal ik je na de wedstrijd zeggen? Oké. Okay. Ja. Nee, maar ik neem op zich is dat prima. Ik denk dat wel mooi is. Seizoensopening hier. Ja. Oh, kleine kanttekening. 15 en 16 zijn leeg. Hè? Dus ik kan niet okay. Die eerste wedstrijd tegen Jong AZ gaat, bij wijze van spreken. En ADO is toch. ADO maakt niet veel, hè? Maar ADO is een mooie tegenstander. Thuis of uit, snap je? Ja. Maar ja, hij de eerste wedstrijd. Speelde hij de tweede wedstrijd. Hij moet de eerste wedstrijd toch met ja, zonder de spinsite. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat is minder. Tuurlijk, dat is gewoon vervelend. Moet weer maar harder schreeuwen. Jij kunt dat heel goed, toch, Wilco? Nou, niet meer. Dan wordt de sfeer tegen SCM het des te mooier. Ik voorzie een Wilco-show op de middenstip, de eerste. Ja. Ja. Zullen we afsluiten, jongens? Hebben we een deal gemaakt? Ja. Nee. Oké. Okay. Ja. Nee, mooi. Jan, we gaan afsluiten. Ik was eigenlijk even aan het twijfelen in het begin, want jij haalde Manchester altijd even aan. Hè? Want jij loopt al zo lang bij de club. Dat ik eigenlijk zoiets had van, moet ik jou nou Sir Jan Vreeman? Nee. Gewoon Jan, hè? Ja, gewoon Jan. Doe Jan komt lekker op de fiets en doet het naartoe elke keer. Mooi, en dat is hartstikke mooi. Mooi dat er is. Jan, wil je zelf nou iets kwijt? Hopelijk een heel mooi seizoen. Ja. Daar gaan we alles aan doen. Dat wensen we jou ook toe. Ik vind het heel mooi dat je ook die toevoeging doet. Daar gaan we alles aan doen. Hè? Want meer verwachten we eigenlijk niet. Nee. Eraan. Is ook zo. Ja? Samen eraan. Niet alleen met jullie, maar dat doen we samen. Ook met Ben, hè? Alleen met Kevin. En met Astrid en met Lisanne en met Wesley. Suzanne, Lisanne. Het is bijna zover, hè? Ja, er zit eigenlijk nog eentje. We zitten eigenlijk met iemand extra hier. Ja. En we hopen ook iedere keer dat het hier nog gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat dat aan de orde is.
Live in het centrum. Die zag er allemaal in blauw al. Ja, dat hebben we wel, ja. Van Sven. Ja, dus er is een superboerinnetje, wordt het, hè? Want dat mag gezegd worden, want nou, dat is duidelijk. Ja, dus ja, wie zal het zeggen? Jan, er is een superboerinnetje in de is er alweer onderweg, dus het geeft maar gewoon deur hier in de Achterhoek. Jan, bijna vanzelf. Ik bedank jou. Bijna. Voor het mooie gesprek, voor het open gesprek ook. En ik denk, ja. Zeker. Ja, zeker. Henry en ja, Wilco. Vrede en wezen kon zijn. Want Wilco, vrede en wezen kon zijn. Ja, ja, ja. Want Wilco wordt morgen weer vroeg uit. Ja, nee, op tijd. Ik weet niet wie... Wel later. Oh ja, ik weet niet wie, later wie er op de glamping staat morgen, wie de Zwarte Cross, maar daar kun je Wilco in ieder geval ontmoeten. Gras Napolski. Wilco die geeft gratis handtekeningen weg. En ja, dat is niet zo. Aan de boord met kringen, hè. En je hebt ook een scheer bij zich altijd, dus dat kan allemaal goed. Ja? Kan allemaal goed. Jan, ga je ook naar de Zwarte Cross toe, of niet? Geen tijd voor, hè? Is de bedoeling nou zondag gewoon? Ach, ja. Met de selectie? Gedeelte van de selectie, het grootste deel van de selectie. Ja, is bochelt even aan de Zerika binnen. En dan, ja, maar dat is zo belangrijk, hè? Dat is ook een stukje teamvorming, hè? Ja, er zat een paar Devin, ik heb dat de wereld rond de hoek. Mooi, hè? Ja. Laat hem maar niet verenigen, dan. Nee, ik kan één keer deur. Jongens, weten ook, je moet niet alles gewoon vertellen. Nee, nee, dat is niet verstandig. Mooi. Jan, nogmaals dank. Mensen bedankt, aanwezig bedankt. En ja, goed gedaan. Ik zal bijna zeggen tot over... Drie weken. Ja, we zitten met vakantie en zo. En dit is allemaal lastig plannen. Dus we zitten even niet in de focus van twee weken. 10 augustus. Het idee is 10 augustus. De dag voor de wedstrijd tegen ADO. Ja, 10 augustus. En is selectie rond? Jan? Dat kan tot eind augustus. Ja. Dat klopt, ja, dat klopt. Geduld op de transfermarkt is erg belangrijk in deze periode. Ik vind Jan als trainer, moet je dan ook op een gegeven moment een grens trekken. Jongens, we zijn met de competitie begonnen. Wie gaan we met deze selectie doen? Of is dat te makkelijk? Dat is te makkelijk. Oké. Ik vind het een mooie afsluiting. Ik moet naar Asaidi. Jongens, bedankt. Tot 10 augustus. Ja, hè? Tot dan. Mazzel. Ja, ja, fijne vakantie allemaal. Fijne vakantie allemaal. En hey, goed tot dan. Yo. De spanning stijgt en top en ook de sfeer rondom het veld. Een goaltje kan er nog wel bij, daar zijn we opgesteld. Kom Leeuwen van de Achterhoek, daar gaan we wat aan doen. Laat even nog je tanden.